Een hele goede morgen allemaal en heel erg hartelijk welkom bij deze nieuwe Random RuneScape. Ook vandaag ga ik voor jullie weer iets doen, of eigenlijk meerdere dingen. Ik moet eerst even een beetje... Zo, ja. Oké, als eerste het evenement. Dat was Jacktrack dit keer en het is me gelukt om die compleet te maken. Ik zal ook eventjes de laatste rewards laten zien. Maar vandaag gaat het daar niet om. Ik zit momenteel op 98 cooking. En het wordt saai, ik weet het. Maar ik heb er nog een paar dingetjes voor nodig. Dan kan ik ook die helemaal afronden. Dus die ga ik jullie vandaag laten zien. Ik heb mijn cooking outfit aan. En de cooking gantlers die je krijgt als je de... Oké, die moet ik blijkbaar eerst openen. Ik heb dus de cooking gantlers aan en ik heb de die je krijgt als je de quest Family Crest voltooit. Dus ik ga even kijken of ik die al open kan maken. Nou, helaas nog niet. Dus we gaan het even anders doen. We gaan naar Precision om daar hopelijk wel te kunnen koken. En dit was ook een van de rewards. Een nieuwe teleport. Hopla. Ik zal trouwens even geluid voor jullie aandoen. En ook voor mezelf. Dus we gaan lekker koken. Vaak als ik dit soort video's maak, dan zit ik al een beetje na te denken over een titel. En ik weet ook al wat deze titel gaat worden. Die hebben jullie dan waarschijnlijk ook gewoon wel gezien. Dus ik zou zeggen, let's go. De laatste, ja, 200 XP. En ik weet dat het waarschijnlijk voor jullie niet zo heel interessant is om dit keer na keer na keer te zien. Dus ik ga hier wel gewoon in knippen. En ja, dan zien jullie in het straks hoe ver ik ga als het zeg maar de laatste 100 XP is. Daar ben ik weer en ik kan niet geloven dat ik dit bijna was vergeten. Ik heb een cooking outfit, dat geeft extra XP. Het is 1.10 keer XP omdat het kerst is. Maar je hebt in dit spel ook portables die je ook nog eens een keer extra XP geven. En pulse cores en die had ik bijna laten slippen. Dus nee, dat gaat niet gebeuren. Het is echt zo dichtbij. En ik ben nu al in mijn hoofd aan het bedenken hoe ik de thumbnail eruit ga laten zien. Welke titel ik ga geven. En er moeten straks natuurlijk ook even snel een paar dingetjes gebeuren. Maar goed, dat komt verder wel. Volgens mij, dit is bij elkaar ongeveer 25.000 XP. Als mijn portable cooking station er niet mee ophoudt. Ongeveer 25.000 XP. 27 van die blue blubber jellyfishes dan, hè? Dus ik denk ongeveer in 2 moet het nog wel lukken. Proost. Zo dichtbij. Ik kan het gewoon proeven. Take that, Gordon Ramsay. Daar gaat hij dan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Dank u, dank u. En daar hebben we het. 99 cookie. Nee, dit is eigenlijk binnen een week mijn tweede 99. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Maar goed, ik ben sowieso heel erg blij met... Dus even kijken, wat hebben we? Nou, voornamelijk veel stop burning. Nou, je hebt hier Sailfish soep. Ja, nou, en Skill Mastery natuurlijk. En ik weet ook al waar ik die cape moet halen. Dus even kijken, we gaan op zoek naar onze Skill Necklace. Heeft die nog? Nee. Die heeft geen charges meer. Dus dan ga ik voor de tweede optie. Dat is namelijk een 1, 2, 3, 1, 1. Maar goed. We gaan eerst de vlag uitlaten. Howdy ho. En ja, dan denk ik dat de volgende 99, dat gaat waarschijnlijk fishing worden. En voor de rest, ja, vanaf daar wordt het weer grinden. Dus vanaf daar wordt het afvragen. Goh, wat... hoe ga ik vanaf daar verder? Even kijken. Oh, hier, de cooking banner. Woehoe! Dat is er weer één. Nou, dan zijn we in de Farrok GE. En ik denk dan dat de cooking cape hier te halen is bij de cooking guild. Maar dan heb ik eerst geld nodig. Volgens mij zit iemand... Oké, we hebben eerst geld nodig. Even kijken waar ik mijn munten heb gelaten. Let's go! Volgens mij moet je hier in de cooking guild, is volgens mij... de cooking skill cape te halen. En volgens... Ja, hier, de headchef heeft hem op. Yes, please! No. Ik wil hem wel. Yes! Oké, en puur omdat ik het grappig vind om deze video op die manier af te sluiten. Ik ga heel even een beetje inzoomen. Kijken of ik mijn poppetje goed in beeld kan brengen. En dan gaan we eindigen met... You moron! You didn't even... Dat dus. Nou oké, nog een keer. You moron! You aren't even able to cook an egg! Dus, met deze iconische uitspraak wil ik de aflevering graag afsluiten. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Tot ziens.